hele goede morgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlogreeks. We gaan weer een roadtripje maken en ik neem jullie mee. Maar we moeten even haasten, want we zijn natuurlijk aan de laatste kant. Dus we gaan even gauw boarden. Come on! Baby, don't you wanna go? Back to that same old place. Sweet home? Chicago. Yeah! Fris. Niet schoon, toch fris. Come on, baby, don't you wanna go? Waterbloem salade. Pasta salade. Pasta pesto salade. En ik ben benieuwd, we zijn al bij de koffie zoals jullie kunnen zien. Je mag nooit filmen bij al die security's, die zijn altijd heel erg streng in Amerika. Wat wil ik zeggen? Oh ja, op Amsterdam waren we natuurlijk aan de laatste kant zoals ik al zei. En daarom hadden we onze koffers laten ingeleverd en de band die had een storing. Dus we weten niet of onze koffers zijn aangekomen. Maar daarom moet je dus altijd in je handbagage één stukje kleding meenemen. Heb jij dat gedaan? I always do. I have never. Hebben we niet eens besproken. Wow. Ik ook. Gaan we zo zien. Ik ben geplaceerd. Oh yes, oh yes. That's I'm mine. Yay! Yeah. Die is er, ja, die van jou is er. Ja, ga. Chicago Transit Authority. In de Blue Line richting La Salle, het station. Want daar is ons hotel. Wij slapen in Congress Plaza. Braveheart. Congress Plaza. Hotel en de reviews waren een beetje wisselend, hè? Ja. Gezegd. Maar we komen net de lift uit en het ruikt echt al super lekker op de gang. Heel het is inderdaad een beetje. De deuren zijn niet onlangs geverfd, laten we zo zeggen. Maar onze kamers zijn echt net gerenoveerd. Hier hebben we kastruimte en twee queen size bedden. Het is gewoon helemaal lekker fris uit het zo. Heel netjes. Prima badkamertje. En. Het is eigenlijk heel onhandig, ik zoveel. En een uitzichtje. Kijk. En volgens mij zien we daar Lake Michigan. Helemaal. Dompie. Een super locatie. We hebben ons even opgefrist. Dus we zijn klaar om de stad in te gaan. Hé, waar ben je nou? Oh. Ik ben hier. Ik ben klaar om te gaan. Oké, let's go dan. Geen last van jetlag. Nee? Gewoon gelijk adapted in the United States of Chicago. United States of Chicago. Nou, het is goed. Doei. De eerste voetstappen in de stad zijn gezet. En wij zijn hier met een missie gekomen. Want wij hebben gezien dat hier een Nordstrom zit. En we hadden ook in Orlando al een Nordstrom. En helemaal boven op de bovenste verdieping zit dan altijd een bistro. En dan hebben ze zulke lekkere salades. Ik moet zeggen, niet bij elke Nordstrom, de Nordstrom Rack dus niet. Voor degene die er misschien ooit een keer naartoe willen. Maar bij de Nordstrom hebben ze dus echt zulke lekkere salades. En die hebben we het in Orlando niet meer. Dan gaan we dus hier even kijken of ze het wel hebben. Kijk, nou is het begin van de Route 66. Je gaat
gaat helemaal tot aan Santa Monica op de pier. Found it! Duimen, pap. Duimen dat ze het hebben. Ja, ja. Het is er. Café Nostrum. That will do. Yuri en Barbara, die hebben hun soepje al. Gewoon een tomato basil soep. Basil soep. Basil, sorry. Oh, met ook, de crostinis. Is het lekker? Ja. Iets met fresh berry salad. 100% aan. En dat is echt al 100 jaar jouw favoriet, hè? Ja. Oké. Ik hoop dat hij net zo lekker is hier. Ik heb een nieuwe. Iets met apple en goat cheese en candied nuts. Ja, ga het proberen. Het ziet er lekker uit. Mami, wat heb jij? Ik heb er eentje met koriander. Coriba anders. Hoe heet die? Zeggen. Iets, ja, ik weet het even niet meer. Maar het is met chicken. Het is met lime. Mm-hmm. Koriander. En lekkere dingen. Gewoon echt heel nice. Cheers. En papa die heeft de Asian chicken, toch? Asian chicken glaze. Oh ja. Ja. En die hebben we ook al 100 jaar. Ja, en ik heb Pellegrino light. En je geeft al de pizza. Cheers. En het is nu bijna 8 uur en de moeheid staat een beetje in bij sommigen van ons. En ja, we moeten natuurlijk nu niet naar bed gaan, want dan krijg je heel erg last van je jetlag. Ben je morgen al helemaal heel vroeg wakker, dus je moet eigenlijk even volhouden. Maar ja, dat is nogal wat in deze hitte. Het is 30 graden of zo. Dat is best even lastig in zo'n grote stad, een drukke stad, om dan wakker te blijven. Maar gedurende de zomer, volgens mij, heb je op woensdagavond en zaterdagavond een vuurwerkshow. En het is vandaag woensdag. En de vuurwerkshow begint om 9:30. Dus we willen er wel naartoe. Het is op de Navy Pier. Dus we moeten nog even volhouden. Even de winkeltjes kijken. En dan willen we naar het vuurwerk. Wij als Apple Freaks vinden dit wel echt super, super mooi. Wat een gave winkel zeg. En de locatie, helemaal zo aan het water. De Chicago River. Daar, de Trump Tower. En dit water maken ze met St. Patrick's Day. Altijd helemaal groen. Dat vind ik zo grappig altijd om te zien, die filmpjes dan via nu.nl. Nooit het echt gezien. Heel leuk. We made it to Navy Pier. En het is echt gezellig druk hier. Kijk eens, een hele trap vol met mensen. Hartstikke leuk. Allemaal restaurantjes ook hier op de pier. Beetje van die bekende tenten zoals Margarita Vale en Bubblegum. Dus, zullen we hier gaan zitten? Meer voor de toeristen. Ja, ik vind het goed op de trap. Leuk. Wacht op het vuurwerk. Over een half uurtje begint het. Hey. Daar is ons hotel. Die rode letters. Dat kan je helemaal niet lezen, maar er staat Congress Hotel. Dus dat dit een hele goede plek is, heel op de trap. Maar ineens horen we zo'n geluid van en de show starts now. En toen zagen we ineens dat het vuurwerk helemaal daar is. En toen ging iedereen ook opstaan en weglopen van de trap. Dus dat is geen goede plek voor als iemand dat ooit wil doen.
die zijn.